Dit zijn de dingen die je beslist niet moet vergeten over Nederland. De frikandel. Gevolgd door de kroket. De bamischijf. De gehaktbal. De hamburger. De kaassoufflé. De kipcorn. De nasi-schijf. De gehaktstaaf en de saté. Boeren, burgers en buitenlui. Grijp je kans. Doe mee met de stoelendans. De Dag Hollanddag is een ludiek, gek evenement in het kader van ons jaarthema Vaarwel Vaderland. En op de Dag Hollanddag neemt iedereen, alsof hij een emigrant was, afscheid van Nederland. Dus je kan nog één keer genieten van al die echte Nederlandse fenomenen, zoals haringhappen. Je kunt stoelen dansen, bingo doen, poffertjes eten natuurlijk. Neem afscheid van Nederland, want als je gaat emigreren, dan ga je het missen. En of je nou blijft of dat je nou weggaat, dat maakt niet uit. Het is goed om nog eens even goed na te denken van, wat is er nou leuk aan Nederland? En waarom zou ik misschien wel of juist helemaal niet weg willen? Wij gaan eigenlijk naar Australië. We zijn er een paar keer op vakantie geweest. We zijn zo ontzettend verliefd geworden op het land, op de ruimte, op de rust, op de mensen. Eigenlijk alles. Op het moment dat we daar de eerste keer liepen, hadden we eigenlijk zoiets van ja, ik ben thuis. Het enige waar ik na 2 maanden trek in had, was een fatsoenlijke tosti. Want dat kennen ze daar niet. Dat is een Australische tosti is een snee stokbrood met een plak kaas erop. En dat laten ze smelten in een magnetron. En dat is dus ook wat meegaat, ons tosti-ijzer. Ja, en wat in Nederland natuurlijk ook legaal is, hennep. Maar behalve het oproken kunt u nog veel meer doen met de gehele plant. Met de vrouwelijke bloemtoppen wordt marihuana of wiet gemaakt. Van de hars wordt hars gemaakt. Van de vezels, ja. Die zitten in kleding en in tassen. Tassen en zeilen. In zeilen. Ja, en de gepelde zaden zitten in vogelvoer. Ja. Wanneer we over deze tentoonstelling nu heen lopen, dan is het wel een beetje inderdaad van ja, het is een afscheid van Holland, maar dan meer het Holland zoals het jaren geleden was. Dit is niet het Holland zoals wij het kennen. Wij wonen in Rotterdam, midden in een grote stad. Een molen zoals hier. Nou, dat is inderdaad voor onze kinderen ook nog van wow, een molen. Dat is inderdaad bijzonder. Dus dat zijn de dingen die wij niet echt zullen missen, maar ja, die je wel als typisch Hollands in gedachten houdt. Anna Susanna, doepie doepie doep. Hallo jongens en meisjes, nou dan. Hada! Ja, ja, dat was het wel. We wensen u een fijn verblijf in het buitenland. Tot ziens! Tot ziens! Doei.